Hoi kijkers, welkom weer bij deze nieuwe boodschappenshoplog. Het is eigenlijk geen boodschappenshoplog, ik ben namelijk bij de Action geweest. Een paar spullen gehaald bij de Albert Heijn en bij de Jumbo. En dit is het resultaat. Ik heb het even allemaal op de trap gelegd, zodat ik het zo meteen gelijk even kan opruimen. Om te beginnen gewoon het volgende. Ik heb wc-papier gehaald, 2 keer wraps. Ik heb hier de grote versie, de XL, en de gewone. Dan 2 keer druiven. Een stekkerdoos. Ik heb hier van die sporthandschoenen om gewichten goed mee vast te houden. En, zodat je ook geen blaren krijgt. Dan heb ik hier zo'n XL keukenrol. Ik heb er 2 van gehaald bij de Action. Dat is gewoon af en toe wel handig om gewoon te hebben. En zo'n weddenstrip heb ik bij de Action gehaald. Ze noemen het een weddenstrip, maar eigenlijk is het gewoon zo'n tochtstrip. En hij heeft van die plakstrips aan de achterkant. En ze hebben deze in het wit en in het zwart, dus dat is altijd wel handig. Meer om gewoon even te proberen. Ik heb af en toe wel van die raamkozijnen waar heel veel tocht uitkomt. Geen vocht hoor, maar tocht. Dus ik wil even kijken of ik dat beter kan isoleren. En dat is gewoon een goede manier. En het was niet al te duur bij de Action. Dus als dat bevalt, dan neem ik gewoon nog wat meer. En er zit 6 meter in totaal in. Dus op zich kom je best een eind. Dan bij de Albert Heijn koekjes. Deze waren 3 voor 4 euro. Dus ik heb hier van deze krakelingen, pindakoeken en vulkoeken. Dus gewoon, je hebt gewoon 3 verschillende soorten koeken eigenlijk voor 4 euro. Dus vond ik wel een mooie deal. Dan gaan we hier naartoe. Ik heb namelijk zo'n fluffy, een hele fluffy trui. Oh. Wacht even hoor. Zo, dat ging niet zo heel lekker met 1 hand namelijk. Het heeft een muts. Het is oversized, best wel groot, best wel lang, een trui. En ze hebben best wel verschillende soorten, kledingstukken daar. Ook broeken die heel warm zijn, deze dus heel warm, echt heel lekker. Ik heb hem al gepast, perfect. Onesies zag ik, vesten, ze hebben best wel veel winterkleren. Dus voor nu even deze gehad en mocht ik toch nog op zoek zijn naar wat extra's, dan ga ik daar weer even kijken. Dan zal ik deze weer aan de zijkant gooien. Zo. En naar het volgende. Ik heb ook wat hemden gehaald. Dan bij de mannenafdeling. Dat vind ik altijd wel fijner omdat het wat oversized is. Deze is dan niet voor mijzelf, want XL is wel te groot. Maar deze zeg maar gehaald. Van die ook, hier kan je dan voelen van die dikke warme vesten, vliesvesten. In blauwe en een groene. Aan die kant. En dan gaan we een treetje lager. En ik heb dus ook van deze pannen gehaald die voor alle warmtebronnen goed zijn. Dit is gewoon een kleintje om bijvoorbeeld een gekookt eitje in te doen, wat water te koken, chocola of wat dan ook. Maakt verder niet uit, deze dus. En ze hebben bij de Action van die pannen zetten. Dus ik heb zo'n 3 set gehaald. Deze is ook voor alle warmtebronnen helemaal goed en handig. Op deze manier, ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Ik zal hem even draaien. 3 soorten pannen met 3 groottes. En eigenlijk, de onderste pan is het grootste. Daar kun je gewoon in wokken of wat dan ook. En hier, en nou ja, die ook weer. Die is dan wat kleiner. Gewoon heel handig voor 30 euro. Dus ik dacht even meenemen. Eigenlijk heb je nooit pannen te veel naar mijn idee. Dan gaan we verder nog iets van die onderleggers. Onderzetters, ik weet eigenlijk niet hoe dit noemt. Onderleggers of onderzetters voor pannen en zo, borden of hete dingen erop. En ze hebben deze in het rond. Ze hebben ook die gevlochten dingetjes. Waarbij ik dacht van, dit is wel leuker. Ik heb dit nog niet zo vaak gezien. En dit vind ik gewoon schattig om te hebben. Die gehaald. Dan zo'n glazen dingetje om olie en zo in te doen. Dus die vond ik wel leuk. Ik heb er al 2 volgens mij in huis. Eentje was bijna kapot gegaan. Dus ik dacht ik haal er weer eentje. En die vul ik dan op met olijfolie, zonnebloemolie en chiliolie tegenwoordig. Vind ik namelijk ook best wel lekker. Dan 2 keer tomatenpuree. Rode linzen en kikkererwten voor de vitamines. En dan heb ik hier nog 1 keer van die handschoenen. Voor de zekerheid even een extraatje. En nog 1 XL of XXL keukenrollen. En dan waren dit de spullen die ik heb gehaald even snel tussendoor. Ik dacht, ik maak er even gewoon even een video over. Het is alweer een tijdje geleden. En dit is dan het resultaat ervan geworden. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jullie weer bij een volgende. Doei doei!